Hey, ik ben Linda Meijers. In november 2021 maakten wij onze droom werkelijkheid en gingen wij met onze dochter van 5 emigreren naar Zweden. Een plek waar wij hopelijk in alle rust en vrijheid kunnen leven met ons gezin. Wij kochten een Zweeds houten huis. Prachtig van buiten, bouwvol van binnen. Een van mijn favoriete quotes is: als je de oversteken in het leven niet durft te maken, blijf je vastzitten op kaders die niet meer bij jou passen. Ik neem jullie graag mee in ons emigratieproces. Abonneer je nog even gratis op mijn YouTube-kanaal en geef alvast een duimpje omhoog. Dat motiveert mij enorm om deze vlogs te blijven maken. Taxamiket, ik wens jullie heel veel kijkplezier. Hey hey, wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Welkom alle nieuwe abonnees to my Sweden community. En dankjewel iedereen voor al jullie duimpjes omhoog en comments in de vorige vlogs. Ik waardeer dat echt enorm. Ik vind het zo leuk om allemaal positieve berichtjes voor jullie te lezen. En jullie leven echt met me mee. Ja, en dat vind ik echt super tof. Dankjewel. In deze vlog komt de verhuiswagen. En we zijn nog helemaal niet klaar eigenlijk met het huis. Dus het is nog eventjes zweten. Ik ben blij dat ik deze vlog toch nog in elkaar heb kunnen zetten. Ik heb letterlijk vanmorgen op vrijdagochtend de muziek nog onder deze vlog gezet en hem geüpload. Dus het is allemaal last minute werk, maar ik ben blij dat ik jullie in ieder geval van een nieuwe vlog kan voorzien. Doe alvast een duimpje omhoog, want dat waardeer ik enorm. En ik wens je veel kijkplezier. Woonkamervloertje. Ik ga dus vandaag de balk in olie met een andere kleur. Want ik vind de kleur die er nu op zit, vind ik niet mooi. Nou ja, er zit eigenlijk geen kleur op. Het is gewoon blank. Hoe leuk is dit? Een wandelroute. Ik ben al een uur aan het lopen in the middle of nowhere. En dan zie je in één keer dit. Het is zo cool. En ze hebben zelfs wat droog hout achtergelaten hier. Barbecue'tje. Meertje om in te wassen. Wie zou hier gaan slapen? Let me know. Je hebt hier in Olofström heb je allemaal kleurwandelingen. En ik heb net deze gedaan. Echt zo prachtig. Het leuke van kleurroutes vind ik dat Jos en ik geen ruzie kunnen maken. Want dan moeten we gewoon de kleurtjes volgen. Jos is namelijk heel erg van stoppen en op de kaart kijken. En ik ben heel erg van op het gevoel lopen. Dat is bij mij nog nooit fout gegaan. Maar ja, Jos is natuurlijk militair en die houdt van kaartlezen. Ja, en ik ben ook echt wel van het kaartlezen hoor. Maar ik bedoel echt
dat ik een hekel heb aan als je een kaart bijvoorbeeld op je telefoon hebt staan en dat je dan in de natuur loopt en dan de hele tijd op je telefoon gaat zitten kijken omdat je de kaart moet lezen. Dus ik heb in Engeland en Schotland ook heel veel wandelingen in mijn eentje gedaan, met kaart, maar met een papieren kaart. Weet je, iets wat je gewoon vastpakt, een soort van scouting gevoel krijgt. Ik heb ook een hekel bijvoorbeeld aan digitaal lezen. Ik wil gewoon een boek vasthouden, snap je? Ja. Het laatste weekend voor de verhuizing. Over 5 dagen komt de verhuiswagen. Ik heb de vloer in de woonkamer helemaal bedekt. Want hij is helemaal af. En ik wil echt niet dat er verf op komt of behangplaksel. Ja, het sneeuwt buiten. En het is heerlijk weer dus om binnen te zitten. Maar ja, het moet af. Dus ik hoop dat we vanmiddag nog tijd hebben om eventjes naar buiten te gaan. En ja, ik heb er zin in. Laatste ruimte, jongens. Aan het behangen. En ik was helemaal zenuwachtig en Jane weet dat natuurlijk. Kijk wat ze voor mij heeft gemaakt. Oh, dit is zo cute. Kijk, mami, die is aan het behangen. En dan, daarna is het helemaal gelukt. Met de fireplace en dat waaierding. En hoe is dit? Dat is daddy. Oh. Nee, dat was de andere tekening. Toen we daar de vloer voor aan het doen. Oh, oké. Okay. I love it. Dat is zo cute. Stupid. We'll be right back.
een vuurtje gemaakt. En al het hout is helemaal nat in het bos. Maar nu heb ik hieronder dat hutje. Ligt allemaal hout. Allemaal takjes. En die zijn lekker droog. Dus zo heb ik een vuurtje gemaakt. Zo, oké. Okay. Linda de Survivaler. So, huge problem, guys. We hebben geen water. En daar komen we echt achter. Ja, een paar dagen geleden eigenlijk, dat we geen water hebben. Nu hebben we allemaal nieuwe leidingen in het huis. Een nieuwe waterpomp, een nieuw vat. Allemaal nieuw. En nu blijkt dus dat waarschijnlijk door het drillen van alles, dat de oude waterpijp buiten, die naar de well gaat, hoe noem je dat, put, dat die ja, verstopt is geraakt of kapot is gegaan. Ja, dat ding is al 80 jaar oud en daar baal ik echt goed van. Het is nu nog 3 dagen voor de verhuiswagen komt en we hebben geen water. En gelukkig is de loodgieter nu bezig bij de put om hem leeg te maken en om te kijken ja, wat nou eigenlijk er aan de hand is. En ik hoop niet veel, want anders moet er een hele graafmachine komen. En het is zo leuk, want de buurman die is ook gekomen en die helpt hem niet mee. Het is echt heel Zweeds dat je elkaar allemaal helpt. Het is echt van, ik vind het echt fantastisch om te zien. Dus ja, wordt vervolgd. Is hij in? Ja. Kijk, Elke en Sander komen net jerrycans naar ons brengen. Zo lief. Willen jullie erop of niet? Alsjeblieft. Wat zouden we zonder jullie moeten? Ja. 2 water, 1 whisky. Dat was maar zo'n feest. Dan komen we net aan in het huis. En dit is de dag nadat ik jullie heb verteld dat we geen water hadden. Dat we er zijn achtergekomen. En ze zijn aan het graven, dus echt super fijn om te zien. Ja, weet je, dat, in Zweden lijkt het net alsof ze niks ondernemen, maar er wordt echt wel iets ondernomen. Alleen is de Nederlandse mentaliteit heel erg stressvol en het moet niet en dit en dat. Maar het komt wel goed. Dat moet je hier echt leren. Oh my god, mijn tuin. Waaah. Vreselijk. Maar ja, ik denk maar zo. Als het eenmaal is gedaan, dan is alles goed. Relativeren. Mijn hart. Ja, ja, vandaag zijn we weer bij de IKEA om dat kookeiland op te halen. En dit is de 5e keer dat we er zijn. En ik denk dat we vanavond de champagne opentrekken. Want hij is er. Yes. Ja, dus we nemen hem mee. Zo, de dag is aangebroken. De dag voordat de verhuiswagen komt. Morgen vroeg komen ze en de jongens van aannemer zijn serieus net vertrokken. Ze moeten nog wat kleine dingetjes afwerken. Volgende week en het raam hier in de keuken moet er nog in. En de tegeltjes moeten nog worden gezet. Maar voor de rest ben ik echt super trots op die jongens dat ze ja, zo ontzettend hard hebben gewerkt. En dat, dat ze ze hebben gehaald. Wat nog wel een dingetje is, is dat de tuin, die ligt open. Dat we natuurlijk een nieuwe leiding hebben. Nieuwe pijpen hebben laten leggen. De pijp was in het midden was die gebroken. En ik ben echt ontzettend dankbaar dat ze zo snel hebben kunnen komen, want we hebben water. Nee.
Cinderella, Cinderella, la 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 la. We hebben nog geen licht in het huis, want alle lampen zitten in de verhuiswagen. Maar nu heb ik weer dit fantastische lampje, wat ik al heel veel heb gebruikt hier, bij me. Wat een sfeerverlichtingen, jongens. En dit lampje heb ik in Nederland gewoon gekocht op bol.com, van het merk Fever. Dus echt een super ding. Ja, komt altijd van pas. Yay, de dag van de verhuizing! How excited are you, Jane? Very excited. Why are you excited? Because then all my toys come back. Ooh, and is Mickey excited too? Oh, yes! Oh, goodie! De verhuisdag. Yay! Het is nu donderdag, ochtend. En ons verhuisbedrijf De Jong komt zo. Daar zijn we heel erg blij mee. Jos is nog eventjes de kelder aan het schoonmaken, want het was nog niet gedaan. En hier achter mij, ja, dat gat, weet je wel, van de leiding, dat moet allemaal nog dicht worden gemaakt. Maar dat heeft niet echt heel erg haast, zeg maar, voor nu. Want we hebben water binnen, dus ik kan lekker koffie zetten voor de jongens. Ja, leuk klusje hoor. Verhuisdoos uitpakken. Oh, en als er iets is waar ik een hekel aan heb, dan zijn het... Allee, en als er iets is waar ik een hekel aan heb, dan zijn het wel verhuisdozen uitpakken. Mega mindy, hè? Waar ik wel heel blij mee ben, is dat ik eigenlijk heel de halve verhuiswagen heb volgestouwd met voedsel. En net als deze noten, ja, die zijn in Nederland gewoon een stuk goedkoper dan hier. Volgens mij zat ik toen ook echt in mijn doomsday preppen periode.
zilververlies, rijst en overvloed kan ik hier ook gewoon kopen. Maar ja. Ja, ik ben nu dus al heel de dag dozen uit aan het pakken. Ik ben hier bezig met onze slaapkamer. En ik kom erachter dat ik zo ontzettend veel schoenen heb en zo ontzettend veel kleding. En zoveel zooi. Ik schaam mezelf gewoon een beetje eigenlijk. Dat ik zo ontzettend materialistisch kon zijn. Dit is echt, echt bizar. Ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Dus ik opende die schoenendoos en ik keek ernaar en ik denk... Poeh, Jezus. Nou, dat heb je denk ik als je 3,5 maand van een koffer hebt geleefd. Als je 3,5 maand uit een koffer hebt geleefd. En dan je eigen spulletjes uitpakt en dan... Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet... I don't know. Ik heb ook ontzettend veel kleding die ik hier nooit meer aan ga doen. Tja, strakke rode jurkjes en hoge hakjes. Als ik ooit naar Nederland ga of een keer de stad in hier, dan kan ik natuurlijk wel aan. Maar jeetje zeg, ik schrik gewoon van mezelf, jongens. Ik denk dat ik... Nou, ik heb besloten dat ik misschien wel een loppes ga houden. Eerste avond in ons nieuwe huis. Zeggen we dan? Skål. Skål. So how was school today, Jane? Great. Why? Because I went lots of outside and I almost didn't went inside. I was the whole day outside. Oh, and did you also do your school project outside or inside? I did it outside. Pens and stuff and a mandala and the drawing stuff. Oh. Kijk nou hoe gezond. Gezonde wangetjes. Kind is heel de ochtend buiten geweest. En we hadden ook buiten gegymd. Oh, I love it. That's why we went to Sweden. Twee dagen na de verhuizing hebben we grind besteld, want het is hier behoorlijk modderig en ja, we hebben heel veel grind besteld en die komt er nou aan, de vrachtwagen. Het is wel leuk, want hier in de buurt zitten allemaal grindafgravingen en ja, dus konden we dat heel makkelijk bestellen. Er stond een bordje met een nummer. Stond bij een afgraving, dus we dachten die bellen we en nou komen ze het rechtstreeks brengen. Het is hier 200 meter verderop. Thank you.
deze vlog eigenlijk even afsluiten met een paar vragen die ik ga beantwoorden. De eerste vraag is, heb je je persoonsnummer al? Nee, want anders had ik jullie dat natuurlijk al lang laten weten. Het is nu 16,5 week geleden dat we hem hebben aangevraagd. En ze zeiden tegen ons dat het ongeveer 18 weken kon duren. Dus ik heb zoiets van, ja, als de 18 weken voorbij zijn, dan ga ik gewoon als kattenverket en dan ga ik gewoon vragen hoe het zit. Ik heb verhalen van mensen gehoord die naar Schattenverket gingen na 18 weken. En dat ze daar zeiden van, nou ja, we zijn het gewoon kwijtgeraakt. We weten niet waar het is. Maar daar gaan we natuurlijk niet vanuit. We gaan ervan uit dat we ons persoonsnummer gewoon binnen nu een anderhalf week krijgen. Het probleem is een beetje dat als jij je spullen inlevert bij Schattenverket, dat je dan geen bewijs krijgt van, ik heb het ingeleverd. Dus je levert gewoon je papieren in en je gaat de deur weer uit. Het is, ja. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar de mensen die mijn vlogs volgen. Die in Zweden wonen al en die een persoonsnummer hebben. Hoe lang hebben jullie hierop gewacht? Let us know under the comments. Verder kreeg ik ook een vraag hoe wij ons huis verwarmen. En dat is eigenlijk wel een hele leuke. Ik wilde eigenlijk een aparte vlog hierover maken. Dat ik jullie de binnenkant van ons huis laat zien. En dat ik jullie de kelder laat zien waarin onze vet spa naast staat. Daar gaan we uiteindelijk ons huis mee verwarmen, hoop ik. De schoorsteenveger komt volgende week. En die gaat eerst alle apparaten eventjes checken voor ons. Of dat we ze ja, veilig kunnen gebruiken, zeg maar. Die vlog die komt eraan. Maar het huis is, ja, zoals jullie hebben kunnen zien, nog niet helemaal af. De keuken die moet nog af en de schoorsteen. En ik wil eigenlijk ook nog heel graag een vetspis in de keuken. Dus, maar dat komt eraan, I promise you guys. En dan ga ik jullie vertellen hoe we ons huis verwarmen en dat soort dingetjes. Ik wilde in die vlog ook gaan vertellen wat wij kwijt waren voor ons huis. En de verbouwingskosten en de elektrakosten ongeveer. Dus dat wordt denk ik een hele interessante en hele leuke vlog. Verder heb ik ook nog een tip voor mensen die nog gaan emigreren naar Zweden. En die nog spulletjes in de verhuiswagen moeten doen. Of in de opslag. Ik zou, als ik nu zeg maar nog de tijd terug kon draaien. Dan zou ik heel erg veel schroeven, spijkers, handig materiaal zeg maar in de verhuiswagen gooien. Want dat is in Nederland een stuk goedkoper als in Zweden. Verder ook verfspulletjes. Chocolade, want het is hier enorm duur. Drank ook. En ja, natuurlijke verzorgingsproducten. Daar kun je hier heel erg moeilijk aan komen. Ik weet dat Holland & Barrett bijvoorbeeld ook wel hier delivered. Maar ja, dat is wel een dingetje. Gelukkig heb ik een man die af en toe zo naar Nederland op en neer gaat. En die dan zijn koffer vol moet gooien voor mij. Maar als je daarvan houdt, van dat soort producten, dan, ja, dan zou ik... Zou ik al even kijken. Ik sta nu op een plek waar Jane en ik heel erg graag komen. Dit is achter ons huis. Soms als ik heel erg druk in mijn hoofd ben, dan kom ik hier. En dan sluit ik mijn ogen. En dit is zo ontzettend rustgevend, dit geluid. Ja, echt heerlijk. En jou? Ik wilde nog eventjes ingaan op een vraag die mij heel erg vaak gesteld wordt. Van ja, mijn partner die wil niet naar Zweden emigreren, maar ik wel. En hoe weet je nu dat, ja, dat Zweden eigenlijk dat er genoeg te doen is? Ja, wij zijn naar Zweden verhuisd juist voor de rust en de natuur. En om de drukte te ontlopen. En omdat ik enorm verliefd ben geworden op dit land. Dus als je twijfelt, ja, dan denk ik dat je hier niet thuis hoort. Als je hier al bent geweest en het voelt nog niet helemaal lekker. Je moet het echt voelen. Snap je? Dat is echt zo. Er is hier echt meer dan genoeg te doen. Je hebt natuur en je hebt ontzettend veel. Wordt er ook georganiseerd voor kinderen in de zomer. Ook allemaal in de natuur vaak. Ja, ik vind dat helemaal fantastisch. Weet je? Je moet jezelf surrounden met een omgeving. En in een omgeving waar jij je mega prettig bij voelt. En voor ons is dat dit. De rest is afleiding. Je zou het leven moeten vieren voluit zoals jij dat wilt. Over een paar jaar ben je misschien wel dood. En dan, weet je, het leven is te kort om je bezig te houden met dingen die niet van belang zijn. Dus
ja, ga op zoek naar minder afleiding en meer naar wat er te doet. Dus gooi je tv uit het raam en kijk minder op je scherm. Daarmee wil ik deze vlog eventjes afsluiten. Abonneer je nog eventjes op mijn YouTube kanaal en doe even een duimpje omhoog. En ik zie jullie de volgende keer weer. Hey doei!